Niels Bobo, Ricardo de Wien, Bruno van Rijswijk, Kevin Sissen en Joey Gielissen. Daar ook nog tussen hoor. Maar wat gaat er gebeuren hier in de bocht? Wat gaat er gebeuren? Oh, het is een hele mooie bocht daar. De tweede positie in handen houdt. En de 55 komt erbij hoor. Dat is van Rijswijk. Die gaat voor. Oh, en dan hebben we de test van Kevin Sissen. De linkerkant is goed. Hij lijkt erop te staan. Dan zal de linkerkant naar de 5-14 van Joey Dielissen. Maar het dan van Rijswijk is op 3. En Ricardo de Wien op de